Ja, en er is op dit moment natuurlijk veel aandacht voor de Formule 1... die naar Zandvoort komt en voor de desastreuze milieueffecten van het feestje. Er komen straks voor één weekend tienduizenden mensen per vliegtuig bij elkaar... om volkomen zinloos CO2 uit te stoten met z'n allen. Wat dat betreft is het goed vergelijkbaar met de laatste klimaattop van de VN... ook al zo zonde van de zuurstof. De gemeente Zandvoort gaat wel haar best doen om het milieu een beetje te sparen. Ze kondigde gisteren al aan dat ze er zwaar op gaan inzetten... dat iedereen met de fiets komt. Dat lijkt mij een prima plan. Dat schijnt trouwens sowieso de enige manier te zijn... om siek wie nog te bereiken straks, want dat wordt ook nog eens een logistieke ramp. Het is normaal gesproken al onmogelijk om in Zandvoort te komen, laat staan als je het met honderdduizenden mensen tegelijk gaat proberen. Bovendien ligt er nog steeds ook gewoon een strand naast. Dus als het mooi weer is, krijgt de Formule 1 te maken met Hollandse dagjesmensen, en die zijn niet te onderschatten. Bammetjes gesmeerd, thermoskannetje koffie, auto volgepakt, en dan houdt niets of niemand ze nog tegen. De auto moet bovendien zo dicht mogelijk bij het strand geparkeerd worden, anders is het zover in met de coolbox. Dus de vraag is vooral of het de Straks gaat lukken de tussen de langs het parcours geparkeerde gezinswagens door te slalommen en intussen de stoïcijns doorlopende moeders met parasols onder de arm en kinderen met opblaaskrokodillen te ontwijken. Gek genoeg is iedereen het erover eens dat Zandvoort eigenlijk een hele slechte locatie is voor zo'n evenement. Zelfs de burgemeester van Zandvoort gaf dat eigenlijk toe door gisteren al meteen te vragen om 4 miljoen euro van het Rijk, zodat de bereikbaarheid van Zandvoort verbeterd kan worden. Tja, hadden we dan maar een racecircuit in Nederland dat in een wat minder druk bevolkt gebied ligt. Goed bereikbaar, liefst vlakbij een snelweg... en met een vliegveld in de buurt dat niet al te overbezet is... bijvoorbeeld ergens in Noordoost-Nederland... bijvoorbeeld in de omgeving van Assen, maar helaas, dat is er niet. Dus zullen we ons moeten troosten met het feit... dat er ook voordelen zijn aan race in Zandvoort. Flinke inkomsten voor het circuit, heel veel hotelovernachtingen... huiseigenaren in Amsterdam die voor één Airbnb-overnachting... nu al honderden euro's kunnen vangen. Kortom, Prins Bernard Junior gaat gouden tijden tegemoet. Maar dat is dus allemaal niet het punt dat ik wil maken vandaag. Want terwijl we allemaal bezig zijn... Met met de luidruchtige raceauto's en de milieuproblemen die dat meeneemt, las ik in NRC over een potentieel veel groter probleem waar het heel stil over blijft: datacenters. De harde schijven waar al onze filmpjes en bestanden en plaatjes vandaan komen. De kelders vol apparatuur waarvan er in Nederland heel veel staan. Zoveel dat Amsterdam een wereldwijd epicentrum van data is geworden. Ze verbruiken nu al meer dan we in heel Nederland met al onze zonnepanelen opwekken. En als het in dit tempo doorgaat, verbruiken ze in 2030 de helft van alle stroom in Nederland. Nederland. Dat zet zo'n middagje brullende racemotoren ineens in een heel ander licht. Die auto's zijn niet het probleem, het probleem zit hem in alle filmpjes... die we na de race bekijken, alle livestreamende thuiskijkers... alle online eten bestellende tv-kijkers... en iedereen die nu al uren online bezig is... een betaalbare hotelkamer te googlen... en foto's van shabby-accommodaties in Den Helder te bekijken... die als iets ten noorden van Amsterdam op internet staan. Het klonk al die tijd zo lekker luchtig, de cloud, maar de cloud bestaat dus... uit een hele grote wolk CO2, en die cloud slokt zoveel stof. Op dat de Dutch Data Center Association, jawel, de Dutch Data Center Association gewaarschuwd heeft dat het netwerk de vraag naar elektriciteit al bijna niet meer aan kan. Misschien toch ook iets om over na te denken. Dat dit dus de toekomst is van energiebesparing. Niks korter douchen, tv van standby. En denk aan het milieu voor het printen van deze e-mail. De toekomst is korter streamen. Telefoon op vliegtuigstand. En denk aan het milieu voordat u een bijlage toevoegt aan deze e-mail. Die Formule 1 heeft uiteindelijk natuurlijk maar twee opties: elektrisch worden of uitsterven. Maar hoe we ons al maar groeiende dataverbruik ook nog een beetje in toom houden, dat lijkt me ook een gezonde discussie waard. In geval heb ik al één goede tip voor iedereen die naar de race gaat kijken: kom op de fiets. En neem je analoge camera mee. Draagt alleen maar bij aan het historische gevoel van racen in Zandvoort.